Milo, hoe heet ik weer? Milo? Milo? Dat moet je niet zeggen. Fijn, fijn. Ik ben echt zo gaan we nu op Brian afschuiven? Nee. Dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik wacht op mijn maatje Mees, zodat hij mijn optreden kan komen geven. Mees, waar ben je? Mees, ik verwacht een optreden. Wat is dit? Dat is een onderbroek. When the real rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Ga je dit ook doen op het strand zo? Leer zie je hoe dronk ik ben. We gaan naar het strand. Oei, hoor. Het is wel een beetje weg. Moet ik even binnen gaan staan, zo heb je misschien wind, hoor. Oké, wacht. Hoor je piepen en borrelen? Niet normaal. Zou dat een hobbel kapot krijgen? Hè? Hoe sterk pak ze één kant? Nee, één spijp. Spijp. En kijken of we eentje kapot krijgen. Denk ik. Ja, die gaan we kapot, ja. Nou jongens, limited edition. Deze is van 500. Ripped under jeans. Ja, dan kan je een lul zo uithangen. Ja, oké. Ja. Nee, ik had gisteren 39,5. En nu voel ik me wel beter. Ik heb alleen last van mijn longen. Die staan in de hens. Een beetje verkouden nog, maar joh. Ik voel me beter. Mees is ook een beetje ziek. Maar, ons Brian! Oh! Je had 40,5 pik. Ja, man. Waarom ging je niet naar de huisarts? Ik zeg, je moet naar de huisarts. Nee. Ik leef toch de volgende dag. Ja, hij heeft nu nergens last meer van. Helemaal nergens. Ja, hij is alleen nog neusverkouden. Dus Mees, hoe is het? Hoe ook een ellendeling? Dat laat ons niet onze pret bederven. Nee, het is mooi weer, dus wij willen naar Bloemendaal. Weet je, naar de Bollenstreek. Dat is de grap voor dikke mensen, hè? De Bollenstreek. Your soul is my finish him. Als je mijn tuin ziet, dan denk je toch wel, dit is wel echt een plek waar je lekker kan scheuren. Ga, rij, met twee lekke banden. Brian, ik weet niet of het een goed idee is, maar ik sta er helemaal achter. Ik weet niet of het een goed idee is. Tik hem omhoog tikken. Hij werkt andersom, een Chinese troep. Je hebt je rem nog in. Je hebt je rem nog in. Je rem blokkeert, je voorwiel. Er ligt ook overal glas en die banden zijn al lek. Dat is nou helemaal top. Kijk hem rijden. Hij kan ook nooit stilzitten, hè? Geen seconde. Oh, kut, daar valt mijn bril. Dat vind ik nou zonde. Gaat het even niet? Hij heeft wel een goede schutkleur, hè, die brommer. Kijk hoe gaan! Dat het ding ook nog steeds loopt, gewoon. Oh, wat goed. Hij brok veel te veel lol in, hè? Wat goud. Het ding klinkt wel als een grasmaaier. En je ruikt het gras ook, want die rijdt je helemaal kapot. Doe jullie! Oh, neutraal! Gek, jongen. Oh, wat goed. En je broek is nog wit ook. Heb je dat voor elkaar gekregen? Wat? Of gehouden dat je broek nog steeds wit is? Professioneel. Wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Milo! Milo, Milo, hoe heet ik weer? Milo! 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 Oh, sugar. Oh, honey. Met de helsblauwe ogen. Hey, hoe is het, jongen? Hij wil niet scherp op jou stellen. Je bent too evil for that. Too pretty, man. Too pretty face. Nou, dan gaan we lekker naar het strand. Kleine mannen achterin. Sowieso goed. Grote mannen voorin, of niet, hè? We gaan naar Bloemendaal, hè? Maar wat is in Bloemendaal, jongens? De zee. Nou, top. Maar zijn toch ook allemaal kleine feestjes of zo? Klein? Mijn strandtenten. Helemaal top. Beetje techno. Beetje gaan we techno. Eens even bekken trekken opeens. Dat doe je al de hele dag. Kun je nagaan als jij gewoon een hele ponypack leeg vreet, hoe jouw kop er dan uit moet zien? Ik wil het niet eens weten. Wil je een foto leggen? Dat is don't do drugs, kids. Een behalve als je het leuk vindt. Ik doe het wel voor jullie. Zullen een vlog maken, maar dan begint de video gewoon met van dit is gedaan onder begeleiding van professionals. Dat was een hele ponypack leeg vreet. Nee. Mijn ponypack vreet je niet om. Nou, zie je maar hoeveel de verstand van, ik weet wat zit er eigenlijk allemaal in. Het is toch gewoon een ponypack, is toch gewoon een tasje waar drugs in zit.
Zo'n heup? Nee, ponypack is gewoon een sos, dat is cocaïne. Ponypack zit een borstel in voor een pony. En, Pony, maar je weet dat ik je pek. Geen nooier, maar je weet dat ik je pek. Geen pony, maar je weet dat ik je pek. Nou jongens, heel slecht onderwerp weer drugs. Maar ik hoop dat jullie allemaal genieten van het leven en geen domme dingen doen. Bloemendaal, Bloemendaal aan de zee jongens, ja! Bloemendaal! Wauw, wat een heldere lucht. Pjonk! Daar gaan de mannen. Daarboven is het feest, zo, wat een wind! We gaan even kijken of we kunnen zitten. We gaan even lopen over het strand. Nou, we lopen weer half handje de voorste te doen. Aatje, aatje, aatje. Voorzichtig, kan hem één keer doen zo. Gelijk leeg. Hier achter is een heel leuk feest, maar we hebben een, hoe noem je dat, een partypopper in ons midden. Ik kan nog verhogingen de hele dag. Ik zit hier gewoon dan, wees blij. Ik zeg tegen jullie, jullie moeten gewoon lekker gaan. Dan ga ik gewoon lekker op het strand chillen, anderhalf uur lang. Dan gaan jullie lekker feesten. Dan ga ik even gewoon chillen in de zon, vitamine D vangen, rust. Ik heb ook al vitamine D voor je. Dat is geen vitamine. Nee, dat is meer een aminozuur. Kijk, je ziet altijd wie het minst gezellig is. Altijd op zijn telefoon. Ik denk omdat hij knap is dat hij daarmee weg komt. Maar dit is niet. Ik dacht het niet. Afknapper. Jij bent afknapper. Je bent zo lullig tegen mij. Wat? Jullie pesten mij de hele dag. Wat moet je niet zeggen? Vuil, vuil. Wij pesten jou? Of jij pest ons. Nee. Jawel. Ladies and gentlemen, welcome to the beautiful stories of Africa. We are doing safari right now. Not the shots, but the tour for how to not get sick. Because sea air is good for you. Behalve Mees, die krijgt bijna een halve beroerte. Trek je het nog, Mees? Ja hoor. My beautiful boy. You can see the beautiful elephant going with his slurf all the way to make sure the nature is in balance. Ik sta al onstabiel, Brian. Ik word echt boos, hè? Voila! Brian, niet. Oké, dat maakt je zo niet serieus, Brian. Nu moet je hem wel duwen. Nee, Brian, ik zweer het, Mattie. Ik ben bloedserieus, hè? Je maakt me dan oprecht echt tand toe boos. Bro, dat wil je niet weten. Hij wordt echt boos. Nee, ook niet duwen. Niks duwen, trappen. Dus ik trek. Ik doe niks wat je ja, zegt. Ja, trekken, duwen. Wat de fuck dan ook met lichamelijk contact. Maar ik wil gewoon even rustig plassen, man. Oh, zo tegen die tak. Hang je niet eens uit? Nee, ik heb het inderdaad nog niet uithangen. Want ik wil rustig plassen. En ik wil niet dat jij met je vieze bek gaat kloten. Ik ga het opbouwen. Fuck jullie. Ik ga het opbouwen. Brian, laat jou het gewoon normaal pissen. Ja, omdat ik het gewoon op het toilet doe. Ja! Doe dan daar. Daar kom ik niet. Dat vind ik eng. Hé, hey, je hebt zo'n grote slurf, je kan gewoon een nootje oppakken, toch? Ken je dat verhaal van René van de Grijp? Nee. Met Wim Zuurbier volgens mij. Nou, ik weet niet. Kennen jullie nou wel het verhaal? Goud verhaal. Ja, geniaal een verhaal. Vis, van een Grijpie. Want ik zie Don. Doe. Wat? Ik, hè? En als ik daarin val, ben ik dood. Je gaat niet dood van een paar stekelbosjes. Laat me gewoon in alle rust pissen, man. Je zie het als acupunctuur. Ja. We have here a park leader. Absolutie. Die dooddruk. Observing a giant elephant. He's going all in. To give the ecosystem an extra boost with ammoniac. Wat wil je zeggen? Niet kloten, jongens. Laat me gewoon even. There are so many parasites in his urine that he's dying. This elephant has been diagnosed with chlamydia, gonorrhea, and a big stick in his asshole. Nee, stop. Dat is goed voor de spijsvertering van olifanten, dames en heren. Je leert het allemaal op National Geographic. Geographic? Don Graphic. We hebben besloten ook dat we niet naar het feest gaan, want ik me echt nog helemaal bouw voel. Nou, mee zouden we willen, maar Brian die voelt zich toch ook nog niet helemaal fit genoeg om te gaan. Ga je nu op Brian afschuiven? Nee, ik zeg dat ik... Feit. Dit is toch het feit, hij voelt zich nog niet goed. Ik wel helemaal niet. Jij met de alcoholist, jij zou altijd gaan. Ja. Ook al voel je jezelf ook niet helemaal 100, wat je ook niet, totaal niet bent. Hij is nooit 100. Je meestie was aan het voorbereiden. We got a wild phone addict over there. We got a wild junkie over here. Now you see the influence of people. Even these young monkeys are using cell phones right now. They steal it off the humans. And the monkey is using it for himself, you know. For Snapchat. So you can snap his other monkeys for big booty from Bavians. Very pinky. The
de BB, Bafian Booty. Ja, dubbel B. Mr. Love and Love. Mr. Bombastic is fantastic, Mr. Roll, Roll. Ik doe hem, vang! Dat is niet echt een hele leuke reactie, dames en heren. I'm fucking dead, bro. Oké, dat was het voor deze vlog, je weet het, dit was het. Ik hoop dat ik gewoon snel beter ben, want het kost me veel te veel energie nu omdat mijn lichaam een beetje brak is. Ik heb aankomende dagen heel veel dingen gepland staan, dus ik hoop dat het allemaal door kan gaan. Dat gaan we morgen zien, om 5 uur. Ik hou van jullie, ik moet poepen en tot morgen. Jammer.